supermarkt zoekt opa's en oma's als vakkenvullers. Wiege hijst vlag als aftrap van Klimaatweek. En verdachte opgepakt in mishandelingszaak Nijmeegse Karregas. Opa's en oma's gezocht. Dat was de kop van een advertentie die de Albert Heijn in Elst in de krant liet zetten. Ze zijn op zoek naar gepensioneerden die nog fit genoeg zijn om vakken te vullen of een kassadienst te draaien, daar waar de animo onder jongeren te wensen overlaat. Een bijzondere stap die ook op social media voor verdeelde reactie zorgt. Tijd om eens een bezoekje te brengen aan de bewuste supermarkt. Klopt, wij zoeken inderdaad gepensioneerden om hier te komen helpen. Wij hier bij Albert Heijn Driessen vinden het heel belangrijk dat hier jong en oud als klant over de vloer komt. Maar dat geldt net zo goed voor onze medewerkers. Dat kan ook jong tot oud zijn. Nou ja, we kijken natuurlijk als we kijken naar de supermarkt, dan heb je met name vaak altijd over een jonge doelgroep. Ja, we zien gewoon in deze arbeidsmarkt dat jongeren momenteel heel erg divers naar verschillende baantjes kunnen komen. En daarmee zijn we gewoon heel erg op zoek gegaan naar van, joh, hoe kunnen we het anders doen? En daarbij hebben we nu gekeken naar de wat oude doelgroep. Er is een advertentie uitgezet om te kijken van, joh, hoe wordt daarop gereageerd? Hoe enthousiast zijn mensen? Nou, je merkt gewoon dat daar enorm veel reacties op binnenkomen. Toch zijn dat wel gemengde reacties van mensen van uiteenlopende leeftijden. Maar hoe kijken de ouderen er zelf eigenlijk tegenaan om weer eens wat vakken te vullen? Dan moet je op de knieën, hè? Dat is wat moeilijker. Nee, vakken vullen maar niet. Nou, ik was toevallig op de sportclub, daar kom ik net vandaan. En daar hadden ze het er toevallig over. Nou, ja, misschien zijn er mensen die het heel leuk vinden om te doen. Zitten ze ook tussen de jongeren, hè? Ik heb hard genoeg gewerkt mijn hele leven. En ik geniet nou van dat ik vrij ben en nergens geen last meer van heb. En nergens aan gebonden ben. Wij hebben nu al heel erg veel verschillende leeftijden hier aan het werk. En we krijgen gewoon heel vaak terug dat mensen het heel fijn vinden dat we ook gewoon nog wat oudere collega's in dienst hebben. En dat ons dat onderscheidt ten opzichte van andere winkels. Iedereen doet hier mee. Dus ook in de kantine betekent dat je gewoon heel wisselende gesprekken kan hebben met je collega's. Wat ik soms terugkrijg van dames die hier werken, die zeggen van, joh, ik vind het zo fijn. Ik ben thuis de rol van moeder, ik ben de rol van partner, vriendin. En hier ben ik ook gewoon mezelf. En die rollen die vind ik heel fijn om te spelen. Dus ik denk dat dat net zo goed geldt voor gepensioneerden. Deze week is het de Nationale Klimaatweek. Hiermee wordt aandacht gevraagd om nog milieubewuster te leven en minder CO2 uit te stoten. De campagne is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook de gemeente Wiege doet mee en trapte maandagochtend de campagne af met een speciale klimaatvlag bij het huis van de gemeente. U bent helemaal in stijl voor deze klimaatweek. Dat klopt, ja. Ik dacht, dit is mijn kans, ik doe mijn groene pak aan. Helemaal in stijl werd maandagochtend de klimaatvlag uitgepakt. Kom jij dan aan deze kant? Aanvankelijk was het de bedoeling om de vlag op te hangen. Ik heb begrepen dat dat een technische oorzaak heeft. Jullie zien hier de vlaggenmast naast mij staan. Die moet naar beneden om de vlag erin te kunnen hijsen. En dat wordt op een later moment vandaag gedaan. Zo'n klimaatvlag is natuurlijk maar een symbool, maar we moeten elke dag opnieuw met elkaar kijken welke stappen we kunnen zetten om nog meer energie te besparen. Om de Wiegenaren te helpen zijn Theo Hezen en Karin Schipperus als klimaatburgemeesters aangesteld, speciaal voor deze week. De rol van klimaatburgemeester mag je zelf invullen. En ik doe het door de hele week met korte berichtjes aandacht te vragen voor het klimaat. Te vertellen hoe ik zelf stappen heb gezet om mijn eigen footprint zo klein mogelijk te maken. Wat zijn nou tips die u heeft voor mensen? Ik heb eigenlijk één hele simpele tip. En dat is minder van alles. Minder vliegen, minder autorijden, minder vlees eten en minder spullen kopen. De kachel wat lager zetten en wat korter douchen. Dan zetten we toch al hele grote stappen als het gaat om energiebesparing. Zeker als iedereen die kleine stapjes zet. Toch is er ook een hoop kritiek, want veel mensen hebben ook zoiets van, ja, ga naar die grote bedrijven als Shell stappen, want die stoten het meeste uit. Ja, die kritiek begrijp ik en daar ben ik het natuurlijk ook mee eens. Maar die kritiek ontslaat je niet van, ja, de plicht die je toch zelf hebt als burger of de mogelijkheid die je zelf hebt als burger om er ook aan bij te dragen. De klimaatburgemeester is dan ook niet van plan om naar bedrijven te stappen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Griezelverhalen, speurtochten, verkleedpartijen en ook nog blijven slapen.
Het kon dit weekend allemaal bij de bibliotheek in Beuningen tijdens een Halloween-editie van Night at the Library. De politie heeft vorige week een 21-jarige man uit de gemeente Land van Kuik aangehouden. Hij wordt verdacht van de mishandeling van een 42-jarige man in de Karregas in het centrum van Nijmegen op 17 juni. Omstanders bekommerden zich om het slachtoffer en een van hen verjoeg een verdachte. De politie noemde het gedrag van beide daders onacceptabel. Ze verwachten ook nog een tweede verdachte te kunnen oppakken. NEC speelde gisteren een kansloze wedstrijd tegen PSV. De ploeg uit Eindhoven was een maatje te groot voor de Nijmeegse club. Al snel kwam PSV op 1-0, waarna er nog een doelpunt werd afgekeurd in de eerste helft. Gelijk aan het begin van de tweede helft maakte PSV het af met een benutte strafschop die wel discutabel was. De uiteindelijke eindstand op het scorebord werd 3-0. Hierdoor zakt NEC nog verder weg. Het staat nu op plek 15. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan voor de winterstop, waar punten gepakt moeten worden om weg te blijven uit de degradatiezone. Blijven slapen in de bibliotheek. Dat is het concept van het evenement Night at the Library. Dit weekend was het in Beuningen weer zover. Maar voor de gelegenheid was het geen gewone editie, maar een extra spannende Halloween-editie. Ja, dat het Halloween is, is natuurlijk niemand ontgaan. De bibliotheek in Beuningen had daarom afgelopen zaterdag een griezelnacht voor kinderen en hun ouders, waarbij ze ook mochten blijven slapen. Nou, ik wilde heel graag in de bibliotheek slapen. En ik vond het leuk. Ik hou ook een beetje van lezen. Dus. En hou je ook een beetje van Halloween? Jazeker. En vind je het vanavond hier een beetje eng? Een klein beetje. En waarom? Omdat sommige mensen zijn wel echt heel goed verkleed en dan lijkt het net echt. En dan ziet het er wel een beetje eng uit. Ja. Dan heeft ze vaseline met bloem en dan heeft ze daar dat op me gesmeerd en daar nepbloed overheen gedaan. En vind je zelf dat je er eng uitziet? Een beetje. De bibliotheek in Beuningen organiseert wel vaker een Night at the Library. En nu was het tijd om het een keer tijdens Halloween te doen. Het was best wel moeilijk om te bedenken wat kinderen tussen 8 en 12 jaar eng vinden. Dus alles wat wij zelf eng vonden, dachten we van nou, dat moeten we niet doen. Dus we zijn heel erg aan het zoeken geweest om daar een beetje een middenweg in te vinden. En ik denk dat dat gelukt is. En wat vind je zelf vanavond het engste? Om te gaan slapen, want tegenover ons, ik slaap boven, en tegenover ons liggen 2 vampieren. Een vader en een zoon. En die vind ik heel eng. Er was ook een echte thriller dance workshop waar iedereen, kinderen en ouders, enthousiast aan meededen. Ik moest eerst een beetje kijken van hoe moet dat allemaal denken. Maar uiteindelijk begreep ik het allemaal wel en toen was het best wel leuk. Nou, hij leest er heel graag over. Hij heeft heel veel boeken thuis ook. Dus thuis slaapt hij ook altijd al tussen de boeken. En hij tekent strips en daar komen ook altijd heel vaak enge dingen in voor. En games maakt hij, ook vaak met enge dingen. Dus hij zit goed in de enge spullen. Onze verslaggeefster heeft de bibliotheek uiteindelijk angstig verlaten. En daarna hebben we nooit meer iets van haar vernomen. Whisky-liefhebbers konden in Zaal Verploegen weer hun hart ophalen tijdens het Whisky Blues Event. Van hele dure of juist wat goedkopere. Er was keuze uit 36 verschillende whiskies met op de achtergrond toepasselijke bluesmuziek. Zesde jaar en we deden eerst een aantal whiskyproeverijen een paar keer per jaar voor vaste klanten. Dus op een gegeven moment wilden we iets meer en ook iets breder publiek. Dus toen hebben we whisky en blues
Het is meestal een leuke combinatie, dus daar hebben we daar een event van gemaakt. En waarom bent u hier vandaag? Heerlijk proeven van heerlijke whiskies. Ik hou ervan in het weekend gewoon een lekkere whisky te proeven. Af en toe een lekker sigaartje erbij. En dan lekker thuis in de tuin of binnen. Heerlijk. Ben je zelf een beetje een whisky-kenner? Ik ben wel enigszins een whisky-kenner, maar niet echt een whisky-drinker. Wat is nou echt een goede whisky volgens u? Een goede whisky. Dat is eentje die goed peated is, waarbij je zegt van ja, dat voel je, dat beleef je. Dat is heerlijke whiskies. Ik kan er heel veel opnoemen. Ik heb er zelf 101. Maar ja, hier staan er genoeg die ik nog niet heb gehad. Dus geweldig. Dus je gaat lekker proeven vandaag? Ik ga zeker lekker proeven. Dus slenten. Voor de tweede keer druiven dit jaar, dat schrijft Marjanneke bij deze foto. Dat is ook niet zo gek, want het is de afgelopen dagen bijzonder warm geweest voor de tijd van het jaar. Ook vandaag nog. Het was dan wel een grijze dag met maar weinig ruimte voor de zon, maar het werd alsnog zo'n 18 graden in de regio. Ja, toch is het nu wel een beetje over met dat mooie weer, want morgen ziet het er heel anders uit. Komende nacht trekt er een regengebied over het land en zal ook de wind flink aantrekken. Dinsdag overdag blijft het vrij wisselvallig met veel bewolking, af en toe zon en van tijd nog een bui. De wind blijft stevig doorwaaien met windstoten tussen de 70 en 90 km per uur. Met 17 graden wordt het dus een stormachtige herfstdag. De dagen erna blijft het sterk wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af. De stevige wind blijft aanhouden. En ook de nodige buien zullen over ons heen trekken. Qua temperatuur wordt er ook een flinke stap terug gedaan. Meer dan een graad of 15 zit er niet meer in. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze site rn7.nl. Graag tot morgen!